Bitolo. Avalos, Avalos! Die scoort toch nooit? Nou, vandaag dus wel. Eén schamele assist in de 6 groepswedstrijden voor deze Paraguayaan. En nu in de knockout stage van de Copa Libertadores mag hij zijn spierballen laten zien. Argentinos juicht. Het is 1-0 in Estadio Diego Armando Maradona. Keno. Dat is geen vrije trap. Met terugwerkende kracht ook de juiste beslissing, want toch blijft Fluminense bal bezitten. En dan is daar Keno weer. Redding van Martin. Even een tijdje geen Argentinos meer gezien, maar nu komen ze met heel veel mannen uit. Dit moet wat opleveren. Het is niet de 2-0. Geen tweede voor Gabriel Avalos. In een fase dat Fluminense beter wordt in de wedstrijd lijkt te komen, maar niets is minder waar, want dit is de allergrootste kans sinds de 1-0. Gabriel Milito is de broer van Diego, die de Champions League won met Wesley Sneijder en Inter in 2010. En ook Gabriel heeft op papier een Champions League achter zijn naam staan. Namelijk het jaar voor dat Inter hem won in 2010 met FC Barcelona. Alleen zat hij toen niet bij de selectie in de finale. André laat zich ook ringeloren. Nou, nog een kans. En die gaat er ook niet in. Nog een herkansing voor invaller Veron. Ook die is niet aan Argentinos besteed. Zo is het ook Fabio, die tot 2 keer toe Fluminense in deze wedstrijd houdt. Dit is een erbarmelijke bal van André. Hij denkt nog even open te kunnen draaien daar op eigen helft. Dit is echt een goede redding van Fabio. André. Nou, tegen de paal. En in de rebound over. André. Het moment voor Fluminense tot nu toe in deze wedstrijd. Opening van Metti. Fabio had daar op Nino kunnen rekenen. Marcelo. Ja. Ja, ja. En dan ook nog sportief. Ja, dat is erg goed van hem. Maar hij schrikt er ook echt van, Marcelo. Er zou iets heel ergs aan de hand kunnen zijn met zijn directe tegenstander. Hij wil het niet meer zien, Marcelo. Kijk naar hoe hij daar wegloopt. Oh, wat is dit erg. Oh, wat is dit erg. Oh, oh nee. Dit moet je ook helemaal niet herhalen, dit. Oh, verschrikkelijk. Hij doet het absoluut niet met opzet, Marcelo. Hij is zeer schuldbewust. Zeer schuldbewust. Hij vindt het vreselijk. Er kan hier niets anders volgen dan een rode kaart. Hij snapt het zelf ook wel. Van Sanchez weet je dat hij de komende maanden niet gaat spelen. Een poging die misschien nog wel even de buitenkant van de paal toucheert. Keno, die wel prima opendraait. En inderdaad nog even tegen die buitenkant van de paal aanscheert. Dat is geen slechte bal. En de keeper komt daar heel wild uit. Dit is ook een kaart. Welke kleur gaat hij krijgen voor Martin? Ook rood. De tweede rode kaart dan. Is het wel de vraag wie er gaat keepen? Want er zijn 5 wissels nu toegepast door Argentinos. En het lijkt erop dat Heredia, die een paar minuten geleden in het veld kwam, nu onder de lat staat met het keepershirt van Arias. Arias wil schieten, maar laat het. Aan Lima, dit is Nino. En dan is er dus nog geen werk voor doelman Heredia. Barbosa. Nou, schiet maar. Ja, schiet maar. Schiet maar, zo doe je dat. Dan is een keeper die geen keeper is, dus kansloos. Xavier zorgt voor de 1-1. Heredia geklopt. De gelegenheidsdoelman. Naar de rode kaart voor Martin.
Het duurde dan toch nog betrekkelijk lang voordat er een keer een schot gelost werd richting die gelegenheidsdoelman. En als het dan een keer gebeurt, is het meteen goed en raak. Xavier, nogmaals een keer zo'n knotsgekke bal op goal. Je kan die keeper best een keer uittesten nog. Zo dus, ja ja. Maar het is wel buitenspel. En dus geen 2-1 voor Fluminense. Wel mooi dat die software zo overduidelijk in beeld wordt gebracht. Met alle toeters en bellen die eraan vasthangen. Maar ze komen uiteindelijk tot dezelfde conclusie als de assistentscheidsrechter. Het is buitenspel. Deze wedstrijd zit erop. Een achtbaan was het. Een emotionele ook. Met die zware blessure voor Sanchez die eigenlijk nooit meer herhaald mag worden. De einduitslag is 1-1 en dat zegt heel weinig. Want volgende week gaat de beslissing vallen in Maracanã.